Het was een zware bevalling, maar de rechter heeft bepaald... ploegendienst mag dit weekend plaatsvinden op de Gallische Meren. De een zegt dat er van alles fout is gegaan in de evenementenaanvraag. De ander zegt dat alles in kannen en kruiken is. Wij vroegen wethouder Daan Kwaars om zijn reactie op deze kwestie... en spraken met twee heren van de West-Brabantse Vogelwerkgroep. De organisatie van het festival Ploegendienst heeft eerder deze week al aangegeven... niet te veel aandacht te willen besteden aan alle geruchten en beschuldigingen... en hebben dus ook niet voor onze camera gereageerd. Nou, de bedoeling is dat er aanstaande zaterdag een festival plaatsvindt met heel veel geluid. En het is nu het broedseizoen en broedende vogels hebben last van verstoring bij heel erg hoge geluidsbelasting. Nou, waar de discussie over gaat, zeg maar, is dat er een voorlopige voorziening was aangevraagd. Dat de natuurplein betrokken is bij die discussie. Dat de vogelwerkgroep betrokken is bij die discussie. Dat er meerdere partijen betrokken zijn bij die discussie. En dat er inmiddels, zeg maar, een uitspraak is. De uitspraak is dat de rechter heeft gezegd, luister, het festival ploegendienst mag doorgaan. Dus de voorlopige voorziening die is afgewezen. We wijken wel af van het beleid. Dat is inderdaad wel aangegeven door de rechter. Maar, zegt de rechter, dat doen ze op basis van deugdelijke ecologische rapporten. Jullie hebben afgelopen week een gesprek gehad met de wethouder Daan Kwaars van Evenementen. Hoe is dat verlopen? Op zich, ik was daar niet bij. Ik heb dus afgelopen donderdagavond laat heb ik de wethouder anderhalf uur gesproken. We zijn er niet helemaal aan uitgekomen, want de vergunningen kloppen gewoon niet. Nou ja, ik heb voordat je zo'n vergunning af kan geven, moet je natuurlijk wel weten dat een aantal dingen goed geregeld zijn. Hè? Het gaat in dit geval om een omgevingsvergunning, maar ook om een evenementenvergunning. Dus dan heb je het over de ecologische aspecten. Je hebt het ook over de eindtijden, je hebt het over het beleid. En dat zijn allemaal dingen, zeg maar, die met elkaar afgewogen moeten worden. Nou, om dat goed te kunnen doen, vragen wij als gemeente van de organisator ook om een aantal onderzoeken uit te laten voeren. Bijvoorbeeld het ecologisch onderzoek wat hier is uitgevoerd, waarvan de rechter nu zegt, nou, dat was een deugdelijk onderzoek. Maar voordat zo'n onderzoek er is, en voordat dat ons bereikt en wij hebben dat beoordeeld, dan kan het best wel eens zo zijn dat wij zeggen, ja, maar wij willen nog een paar dingen weten. Want de kwaliteit van het onderzoek of de vragen die erin staan, hè, die begrijpen we niet helemaal. Dus we zijn als gemeente ook afhankelijk van wat we krijgen om ervoor te zorgen dat we die termijnen halen. Waarom is deze discussie al zo lang gaande? Vanwege het feit dat de wijkraad van Breda, dus in dit geval de wijkraad Effen, heeft hier geen enkel zeggenschap en wordt feitelijk niet geaccepteerd door de bezwarencommissie. Dus vallen we hier in een niemandsland. Hey, wat staat er nu in het beleid? Klopt dat wat er staat of is het onduidelijk? Nou, er zijn een aantal dingen onduidelijk. Op dit moment hebben wij een verzoek liggen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord, de handhavende instantie bij eventuele overtreding van de wet natuurbescherming, om een onderzoek te plegen wat de geluidsbelasting nu is op het gebied en dat eventueel aanstaande zaterdag nog een keer te doen om te kijken of dat er daadwerkelijk de limieten overschreden worden. Als we nu kijken naar de toekomst, want dit zou dan de laatste keer zijn dat het festival in het broedseizoen plaatsvindt, hoe gaat dat dan volgend jaar? Ja, dat vind ik wel een goede vraag. Hè. Die past ook echt in de evaluatie van het evenementenbeleid. We hebben dat gesprek inderdaad gevoerd met Natuurpleinen, over nou, hoe staan we erin. Ik denk dat we op het moment dat het festival geweest is, maar met z'n allen moeten evalueren. Sterker nog, dat heb ik beloofd om daar zelf bij betrokken te zijn. Dus die afspraak staat al een maand na dit evenement. Dus over 4 weken zie ik alle partijen om met elkaar te praten over hoe gaan we nu verder. En ik denk dat dat het juiste moment is om elkaar aan te kijken en te kijken, nou, hoe gaan we ermee om. Breda Nu. Je weet het meteen.